Zit ik wel weer? Tuurlijk, weet je toch. Vandaag is weer een spannende dag, want we gaan de clipopname doen van mijn nieuwe single. En ja, dan ga je altijd van tevoren met elkaar zitten van, wat gaan we nou weer doen? Want inmiddels heb ik toch zo'n clipje of 40 wel geschoten in de afgelopen jaren. En je moet toch elke keer weer vernieuwen. Maar goed, daar hebben we natuurlijk ons eigen team voor die dat elke keer weer fantastisch bedenken en uitvoeren. En ja, dan is het natuurlijk afwachten. Kijk, ze bellen nu al of ik al kom. Afwachten hoe het eindresultaat eruit ziet. Maar het is altijd leuk. Want die kom je overal tegen nou. En vooral tegenwoordig, de social media is natuurlijk ontzettend belangrijk. We zijn dus in het Amstelpark in Amsterdam. En we gaan de opnames zometeen beginnen van de clip van jij en ik. En dat gaan we doen met een drone. Ja. Oh, ja. Ah, dit wordt goed. Dit is prachtig, ja, kijk, die lelijk. Ja, ja. Dit willen we zien. Nou, met dat bedoel ik nou. En dan oh. Hup. Is het zo over, ja? Hier zie je de skyline ook nog een beetje. Ja. Ja, nee, ik ken het niet zo. Net of ik dansen kan, maar zie dat jij mijn beste moves negeert. Bedenk ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met mij de sterren van de hemel te dansen. En misschien daarna nog veel meer. Ik ga nu dus in het midden staan van het doolhof. En die drone komt helemaal vanuit de lucht. Op mij neer. Het openingsshot moet zijn dat je mij eigenlijk niet ziet. Maar dat je dus ineens in het intro zie je dus eerst het hele park en dan een stukje nog de skyline van Amsterdam. En dan zo. En dan sta ik. Jongens, ik zeg koffie. Nou, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ogen open gaan. Ogen. I wrote this in the plane. Okay. Als je ogen open gaan, weet dan dat ik er altijd sta. Mooier dan... Ah, fuck!